foto's die daar aan de rechterkant aan de muur hangen. Ik heb hier de maquette ontwikkeld, de ideeën ontwikkeld. En wat het belangrijkste is, is dat deze sculpturen in wording blijven. En dat vind ik fijn aan dit project. Normaal gesproken maken we een maquette. Dan ga ik naar de tentoonstellingsruimte en dan voer ik dat uit. Daar heb ik 10 dagen, soms 14 dagen voor. En dat zie